Op 22 december werd bij Sportcentrum Rondhaans een spinningmarathon van 10 uur gehouden. Met als doel het bijeenbrengen van geld voor een loopband ten behoeve van de bewoners van woonzorgcentrum Het Zuiderslot. De actie werd een groot succes. De deelnemers hadden naast een sportieve en gezellige dag ook het beoogde doel bereikt. De volgende reportage geeft u een indruk hoe de dag verliep. 5, 4, 3, 2, 1. Zuiderslot is een gebouw aan de PC Hoofdstraat hier in Veenam. Ik woon in Veenam, maar Winschoten. En dat huren wij voor 24 van onze bewoners. Die bewoners hebben een eigen huurovereenkomst met Arcantus. En er is een stichting gevormd, de Stichting Woonzorg Winschoten. En die stichting, daar vertegenwoordig ik als voorzitter van het bestuur nu even het Zuiderslot mee. Die stelt zich tot dienst om zorg in te kopen op een dusdanige manier dat de bewoners, onze kinderen en verwanten, op een dusdanige manier daar wonen en verzorging en begeleiding krijgen zoals wij dat zelf graag willen. Wij hebben dit jaar gekozen om een goed doel te kiezen in de buurt. Het Zuiderslot zijn we bij terechtgekomen omdat het Zuiderslot sportte natuurlijk al bij ons. En dit vinden wij, ik belde Peter op, ik zeg Peter, we willen graag een spinningmarathon gaan organiseren en een loopband bij elkaar fietsen voor jullie. Nou, hij werd een klein beetje emotioneel al aan de telefoon. Ik denk, ja, we hebben de goede te pakken. Ja. Dan ga ik even naar Peter toe. Peter, het is natuurlijk wel zo, dan komt er straks een loopband, dat is al duidelijk. Ja. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat die bewoners daar ook op gaan lopen. Ja. En ik denk ook het personeel moet daar een duwtje voor in de rug geven, ja. Of niet? Nou, dat is deels wat ik moet gaan doen, denk ik. Het hoofddoel is natuurlijk dat onze bewoners meer mogelijkheden om te gaan bewegen.
En binnenshuis is dat natuurlijk fantastisch. Hè? Niet iedereen is in staat om naar een sportschool te gaan. Om diverse redenen. Binnen hun beperking, buiten hun beperking. Nou, die grens hebben we weggehaald. Vorig jaar hebben we een fiets neergezet. Nou, die is veel gebruikt. Die wordt veelvuldig gebruikt. Nu is daar een loopband wat eraan toegevoegd. En niet een kleintje, maar een hele multifunctionele. En de stimulans moet bij ons vandaan komen. Dat is absoluut waar. Je hebt zelf toch door die 10 uur te fietsen €50 bijgedragen. Ik was een beetje benieuwd naar je motivatie. Is dat nou de sportieve prestatie of is het toch ook wel het goede doel? Ook het goede doel en ook gewoon een prestatie voor mezelf. En wat ik ook al eerder heb gezegd, het is maar 10 uurtjes. En er zijn genoeg mensen die een beperking hebben of ziek zijn, die het veel zwaarder hebben dan 10 uurtjes fietsen. Dus zodoende ook een prestatie voor mezelf en voor andere mensen.